Ja, normaliter zit je tijdens een etentje gewoon aan tafel. Maar hoe leuk is het als je wilt netwerken of gewoon wil praten met vrienden om dan een walking dinner te doen, toch? Ja, ik vind het leuk. Ja. Mm. Speciaal. En lekker? Mm. Jullie en Bianca, jullie zijn van Eetrij de Pont. Nou, het is wel prachtig hier, zeg. Ongelooflijk. Dankjewel. Een walking dinner. Is het nou ook de bedoeling, de naam zegt het al, om tijdens het diner te lopen? Uiteraard. De naam spreekt voor zich, walking dinner. Naast het à la carte lunchen, à la carte dineren, verzorgen wij feesten hier. Te denken aan een verjaardagsfeest, een familiefeest, bedrijfsfeesten, bruiloften. En een walking dinner is er uiteraard geschikt voor. Jeetje, ja. Ik ben een groot kookliefhebber. Ja. Mogen we even in de keuken kijken? Ja, kom. Gaan we even die kant op? Ja. Wauw, hier wordt druk gewerkt. Ja, ja. Hey Harm, jij bent de chef-kok. Ja. Wat zijn nou echt favoriete gerechtjes tijdens een walking dinner? Nou, voor mij is dat vooral dat het puur natuur, ook de ossehaas, van ook een Belgische blauwe. En dat je het product ook dan ook een product laat. Dus niet dat je vreemde kruiden, gewoon puur natuur. Want dat heb ik ook met de kabeljauw, gewoon ook een beetje peper bakken op het vel en voor de rest niks. Ja. Lekker laten rusten, daarna uitserveren. Ja. Dat is gewoon goed van smaak ook. Gewoon en waar moet je nou op letten als je zo'n gerecht bereidt, als je voor een walking dinner? Ja, dat dan ook aantrekkelijk uitziet voor de mensen en dat ze het ook zo op kunnen eten in één keer. Dat is niet te veel, want je krijgt in een tijdsbestek van anderhalf uur, twee uur een heleboel achter elkaar. Ja, Wido, iedereen heeft het volgens mij echt naar zijn zin. Die zijn lekker aan het genieten. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat de gasten het nog meer naar hun zin krijgen? Het is belangrijk om te luisteren naar de mensen. Afhankelijk van wat voor feesten we hier hebben. We hebben verjaardagsfeestjes, we hebben bedrijfsfeestjes, een bruiloft, kan uiteraard ook. En wat de mensen willen. De mensen geven vaak aan ons wat ze willen vlees, ze willen meer vis, we hebben vegetariërs. Decoratie verzorgen we uiteraard, een stukje muziek erbij, entertainment doen we ook. En dat kan dus buiten en binnen, afhankelijk van het weer. We hebben ook een boot, we hebben een salonboot tot 12 personen. Dus als je zin hebt, dan gaan we rondvaart maken. Rondvaart? Ja. Super vet. Hey Wido, dit is wel echt fantastisch dit. Geweldig. Ja, en het weer? Super. Fenomenaal. Ja, nou, wij gaan lekker varen. Wil jij thuis meer informatie? Ga naar de website.